Welkom bij het Cellenbergenkwartier. Leuk dat u een kijkje komt nemen in ons eigen tijdse gezellige centrum voor wonen en zorg. Het Cellenbergenkwartier ligt in een rustige omgeving in het centrum van Oudenbosch met nabij de winkelstraat met diverse winkels. In de omgeving vindt u het haventje en natuurlijk de beroemde basiliek, een replica van de Sint-Pieter in Rome. Het Cellenbergenkwartier speelt een centrale rol in Oudenbosch. De locatie zorgt niet alleen voor de verbinding tussen bewoners, medewerkers en vrijwilligers, maar nodigt ook omwonenden uit om elkaar te ontmoeten. Het Cellenbergenkwartier is opgedeeld in de Cellenbergen, de Brug en Oostkwartier, waardoor er een grote diversiteit aan zorg geboden kan worden. Ieder gedeelte is afgestemd op de zorgvraag. Bij binnenkomst ziet u direct de duidelijke bewegwijzering. In de ruim opgezette hal, het bruisende hart van de locatie, vindt u een aantal algemene ruimtes. Tevens is dit de ingang naar de 6 woontorens van de Cellenbergen. Een aantal dagen is hier ook de kapper aanwezig. In het sfeervolle restaurant kunt u terecht voor een kopje koffie of een lekkere maaltijd. In het restaurant vindt u ook een winkeltje met een aantal producten. Via het restaurant komen we op het buitenterras. Hier kunt u bij goed weer lekker buiten zitten. Achter in het restaurant bevindt zich de bibliotheek. Deze ruimte wordt multifunctioneel gebruikt. Op deze locatie is ook een fysioruimte, waar u een behandeling kunt krijgen van de fysiotherapeuten van Groenhuizen. Groenhuizen vindt het belangrijk om te luisteren naar ieders wensen en behoeften. Samen met u maakt het vaste aanspreekpunt van de locatie uw zorgplan. Hierin staan naast uw wensen op het gebied van zorg ook uw welzijnswensen centraal. Wanneer u een indicatie heeft vanuit de wet langdurige zorg, een diagnose dementie en niet meer zelfstandig kunt wonen, dan kunt u terecht op Oostkwartier. Op het Oostkwartier kunt u gezamenlijk wonen met een beschermde setting. Oostkwartier bestaat uit 6 woningen. Klanten wonen hier samen in groepen van 10 personen. Het gevoel van bewegingsvrijheid is belangrijk binnen Oostkwartier. Dankzij de techniek van leefcirkels wordt dit mogelijk gemaakt. Voor iedere klant wordt de bewegingsruimte vastgesteld. Voor de ene is dit alleen de afdeling, voor de ander het hele huis en ook de tuin. Oostkwartier heeft een prachtige, ruime belevings- en bewegingstuin, waardoor er veel bewegingsruimte mogelijk is. De dag wordt doorgebracht in een gezamenlijke huiskamer. Er zijn 6 gezamenlijke huiskamers verdeeld over 2 afdelingen. Hier wordt dagelijks samen gekookt, gegeten en leuke activiteiten gedaan. In het Sint-Pietersplein worden gedurende de dag ook diverse activiteiten in grotere en kleinere groepen georganiseerd. Ook kunt u hier en op de gang terecht voor een bakje koffie met uw bezoek. De locatie heeft ook een snoezelbadkamer, wat een aantal zintuiglijke ervaringen biedt, zoals de warmte en geborgenheid van het water en het persoonlijke contact. Bij Oostkwartier heeft u een eigen 1- of 2-persoons slaapkamer met ruimte voor een aantal persoonlijke spullen. Wij vonden het fijn om u een kijkje te geven in deze locatie. Het klantbureau van Groenhuizen kijkt graag samen met u of er een juiste match is tussen uw zorgvraag en de locatie.